Micha Waas, de voorzitter van TPP, moet ik tegenwoordig zeggen, want SSD is eruit gestapt. Kun je eens uitleggen waarom dat zo is? Ja, we hebben 2 jaar geleden zijn we eigenlijk een samenwerking aangegaan, samen met Soccer Showdown en de voetbalvereniging TPP. Nou, 2 jaar uitmuntend samengewerkt, goed geprofiteerd van elkaar en van elkaars kwaliteit ook. Uiteindelijk hebben we vorige maand, 1,5 maand geleden, een beslissing genomen vanuit zakelijk oogpunt om even verder te kijken. Want er komt een stichting. Ja, nou, we hebben inmiddels een stichting. We hebben de vereniging opgesplitst in de verenigingstak, de recreatieve kant. En de wat zakelijkere kant, de prestatieve kant. Dat is de stichting Topzaalvoetbal Rotterdam. En daar worden vanuit alle financiële dingen geregeld. En waarom past SSD Soccer Showdown dan niet meer in dat plaatje? Nou, dat was uit financieel oogpunt. De naamskoppeling was daar. Ja. En wij wilden eigenlijk toch wel verder kijken om te kijken of we een sponsor kunnen vinden die gekoppeld kan worden aan onze naam. Waaruit wij verder door kunnen stromen in de stichting en nog groter kunnen worden. Want financieel hadden jullie eigenlijk niets aan die samenwerking? Nee. Nou ja, goed, we hebben wel op inhoud hebben we heel goed kunnen samenwerken. Maar financieel kwamen we er niet echt uit. We wilden eigenlijk een evenredig deel in de stichting. Nou, dat konden we wel op mankracht, maar niet op financiële middelen. Dus dat was de reden eigenlijk.